Welkom op de Via Gladiola, waar vandaag de 99ste Vierdaagse zijn einde krijgt. Zoals u ziet zit er nog niemand, we zijn dan ook de eerste en gaan op zoek naar die echte helden. Alleen maar Wiegenaren. En bij ons Ed, die voor de 11e keer meegelopen heeft. Ed, van harte gefeliciteerd. Hoe ging het? Prima. Alleen de eerste dag was behoorlijk zwaar om aan te wennen. Maar je had goed getraind? Niet genoeg, eigenlijk. Maar het ging goed. Puur op mentaliteit doorgelopen. Weet je wel. Ja. En wij feliciteren Tineke Koolvoort met haar 43ste Vierdaagse. Wow. Dankjewel. Hoe ging het? Het ging erg goed. Erg goed. Ik ben heel blij. Je hebt bijna geen last gehad. Train jij dan ook maanden van tevoren al? Ja, ik train van tevoren. Ongeveer 3 maanden train ik ieder weekend. En vooral de laatste paar weken train ik 2x30. Knap zeg. Mag ik vragen hoe oud u bent? Hoe jong? Ik ben 68. Heel erg gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Bij ons Herman Peek voor de 19e keer uitgelopen. Herman, van harte gefeliciteerd. Hoe liep die? Ja, ontzettend goed. We hebben natuurlijk het weer prachtig mooi meer gehad. Niet te warm, niet te koud. Feestelijk langs de route. Erg mooi. Weinig blaren? Helemaal geen blaren. Geen blaren? Dat kan niet. Geen blaren. Als je maar goed traint van tevoren, hè. Leuk zeg. Ja. 100ste ga je natuurlijk ook meepikken. Ja, als het lukt, dan loop ik de 100ste Vierdaagse, ja. Harm, er is wel niks aan deze Vierdaagse, hè? Nee, ik vond het vorig jaar al tegenvallen en nu was het eigenlijk nog weer eronder. Dus ik denk dat ik de 100ste niet meer ga doen. Wat boeit jou nog steeds? Is die emotie? Ja, en die belachelijke prestatie. Moet je kijken, maar ik zie hele grote stukken van de route. Weet je wel hoe ver 4x50 is? 4x40, 4x30? Heel ver. En zwaar, en ze doen het. En ze helpen elkaar. Het is één groot feest. En ik moet er weer vandoor. En bij ons Marianne en Daan, van harte gefeliciteerd. Marianne, hoe ging die? Keigoed. Kleine pijntjes, maar ja, dat heb je altijd wel, hè. En Daan, klopt dat wat je moeder zegt? Ja, klopt helemaal. Hoe oud ben je? 13. En dan mag je gewoon meelopen? Ja. Hoe ging het met jou? Het ging goed. Het gaat, elke dag gaat het eigenlijk steeds beter. Oh, knap zeg. Marianne, train je er veel voor? Wij hebben eigenlijk helemaal niet getraind. Mag ik eigenlijk niet zeggen, maar we hebben niet getraind. Natuurtalent dan? Ja, wij dachten, wij bikkelen ons hier wel doorheen. Mentaliteit. Dan ga je die 100ste keren iets speciaals doen? Ja, de 55 kilometer lopen. Zonder te trainen? Daar moet je voor trainen natuurlijk. Ja, daar ga ik wel voor trainen. Nou, heel veel succes en dankjewel. Maar in ieder geval zonder zijn moeder. Die gaat voor de 40. En bij ons Geert van der Gijn, die voor de 10e keer de Vierdaagse uitloopt. Geert, hoe liep het? Ja, het ging goed. Bijna klachten gehad en waar we blij dat we binnen zijn, maar het is goed verlopen. Hoe gaat het met dat trainen wat je doet? Ja, dat trainen van mij en dat beperkt zich tot 1 keer in de week met een wandelmaat René de Valk. Dan lopen we 10 kilometer op maandagavond. En dat is onze training en de rest moeten we het hier doen. En bij ons politieman Rob Verheijen. Rob, hoe is het met de sfeer? De sfeer is prima. Geen onvertogen woord. Soms zijn er wat onduidelijkheden met de weg of afzettingen of dat mensen ergens staan. Nou ja, vriendelijke benadering en toch mensen proberen te helpen de goede weg te vinden. Hoe is het voor je persoonlijk? Vind je het leuk om te doen? Ja, natuurlijk is het hartstikke leuk. Ik mag het al vanaf 1980 doen. Dus ieder jaar is die Vierdaagse hier. En de eenheid politie Nederland, eenheid Oost Nederland levert nou bijstand hier. Dus vanuit Zwolle, Enschede, alle collega's die komen hier om ons te helpen, zeg maar. En dat samen met de toezichthouders. Het is gewoon een hele lekkere, fijne sfeer. En Ger en Jo hebben het ook gehaald. Ger, jij voor de 2e keer, hè? Gefeliciteerd. Ik heb voor deze 2e keer gelopen. En ik vind het jammer dat ik er niet eerder aan heb gedacht. Want dan was ik al veel eerder begonnen. Het is zo fantastisch om te lopen.
Je hebt wel een beetje pijn aan de voetzolen nu, maar dat hoort er allemaal bij. Jo, voor de tiende, dat kun je beamen. Ja, het is één groot feest. Er zijn af en toe wat stukken die wat rustiger zijn, maar dan kun je mooi even over jezelf nadenken. Hè. Dat is ook een wel prachtig moment. Hoe ging het met jou? Ja, helemaal super. Vorig jaar was ik geblesseerd met een knieblessure. En nu is het helemaal over. Dus dat is fijn om te merken. En bij ons feliciteren wij René en Seprin met het behalen van de 99e Vierdaagse. Hoe ging het, René? Perfect. Ik ben ook een beetje af en toe moeilijke momenten, maar doorlopen aan het publiek, die stuurt je er wel doorheen. Wat is de leukste plaats om door te gaan, Seprin? Eigenlijk wieken, maar dat was wel mijn slechtste dag. Ging bij jou ook goed, weinig last van blaren en zo? Ja, alleen wieken was slecht voor mij, maar de rest van de dag ging prima. Hij heeft niet getraind. Maar toch uitgelopen? Ja, toch uitgelopen, ja. 50? Ja, 50. Mama, de 100ste ga je meedoen? Echt wel. Hij gaat de markt voor de eerste keer met mijn kleinzoon, want nu wordt hij in het jaar 12. En ik mag de 30, maar dan word ik 60 toevallig. Bij ons burgemeester Bruls, hoe trots kunt u zijn? Ja, super trots natuurlijk. Het is de dag der dagen voor Nijmegen. Ik bedoel, dan ben je even het middelpunt van het hele land. En de hele regio kan er trouwens trots op zijn. We hebben weer een geweldige vierdaagse gehad met hier de apotheose. Dus ik kan alleen maar heel tevreden zijn. Hoe was het met de veiligheid? Was het weer prima? Nou, ik heb de indruk dat het eerlijk gezegd elk jaar nog beter loopt. Natuurlijk zijn er altijd wel een paar mensen met de drankende man die dat s'avonds later gek doen. Maar als je bedenkt, op een paar honderdduizend bezoekers dat 3 of 4 mensen worden opgepakt, ja, dat is bijna niks. En verder loopt het allemaal letterlijk en figuurlijk hartstikke goed. Dat hadden we gehoord voor de 100ste keer dat burgemeester Bruls mee ging lopen, of was dat... Toch een geintje. Ik heb wel meer onzinverhalen gehoord over de 100ste editie en deze hoort erbij. Nee, ik sta hier volgend jaar weer om de handen te schudden hoor, wees maar niet bang. Fons de Poel, die doet u wel weer voor de 11e keer die verslaggeving doet van de Vierdaagse. Fons, is het nog steeds moeilijk om die emotie te zoeken? Nee, dat is heel eenvoudig. Je moet eens proberen geen emotie te vinden, dat is moeilijk. Dus het is wel moeilijk natuurlijk als je 11 jaar achter elkaar dit programma maakt, om het telkens weer ietsje anders te maken. Dus we proberen voortdurend uitvindingen te doen op iets wat eigenlijk ieder jaar hetzelfde is. En dat lukt redelijk. En zo redelijk dat er inmiddels heel veel kijkers zijn. Ik geloof, gisteravond hadden we 1,3 miljoen mensen aan de buis gekluisterd. Dus na het journaal was dat het best scorende programma van de publieke omroep, zei hij glimmend. Maar daar ben je dan ook niet voor niks heel trots op natuurlijk. Nee, dat is mooi. Ik ben Nijmegenaar natuurlijk, dus ik ben opgegroeid met de Vierdaagse. Als kindje zat ik aan de Hadertse weg. Als het donker was nog, dan kwamen daar... Nou, militairen langs en Amerikanen die ik nog nooit gezien had, de wereld trok aan je voorbij. Meelopen met die militairen? Ja, deed ik ook. Ja, hand in hand. Ja, geweldig. Herinner ik me nog. Magisch eigenlijk, hè. En toen ben ik er jarenlang uit het oog verloren. Later heb ik het herontdekt, eerst aan de borrel. Dus ik ben heel veel jaren hier een beetje dronken geworden, zo aan de rand van de Vierdaagse. En toen bedachten we dit programma 11 jaar geleden. En sinds die tijd, ja, is dat een evenement geworden dat ook door heel Nederland wordt omhelst eigenlijk, hè? Dat is fantastisch, toch? En bij ons de marsleider Johan Willem Stijl. Hoe tevreden kan zo'n marsleider zijn op deze dag? Fantastische week. Uitermate plezierige wandelomstandigheden, weer, temperatuur. Gecombineerd daarmee hele vrolijke wandelaars. Fantastisch publiek, 800.000 mensen langs de route. Meer dan uitermate tevreden. Dan kan je alleen maar nadenken over die 100ste natuurlijk. Ja, dat heb ik al gedaan en ik heb al eerder gezegd, als ik al die omstandigheden die ik net noemde zou kunnen kopiëren naar 2016, dan deed ik dat nu. Maar goed, hopen en bidden denk ik dan. Bij ons Henk en Eve, en hartstikke gefeliciteerd. Hoe ging het, Henk? Nou, buitengewoon goed. De vierde dag is eigenlijk een dag net of je met 10 kilometer loopt. Dat is alleen maar genieten, Eef. Uitstekend. Laten we het zo maar uitdrukken. We hadden alles mee. Bij deze. Geen regen. Dus dat weegt ook natuurlijk af met het wandelen wat je doet. Ja, nou, vooral althans met de Vierdaagse. Hè. Dus het was top. Geen enkele problemen gehad? Conditioneel en lichamelijk? Nou, ik sukkel met mijn knie. Dus ik heb een half jaar met een brace geoefend. En het gaat niet 100%, maar 1000% goed. Want ik had me wel zorgen gemaakt door de Vierdaagse.
Maar wel weer gelukt. Fantastisch, gefeliciteerd. En op naar die 100ste neem ik aan. Voor de 9e keer, dus volgend jaar de 10e. En de 100ste, dus dat wordt een belevenis. En bij ons Jacqueline, die de 30 kilometer uitloopt vandaag. Hoe ging het? Ja, hartstikke goed. We hebben het weer mega, alle dagen. Ja, fantastisch. En wat is dan de leukste plaats buiten Wijchen om doorheen te lopen? Goesbeek. Ja, wat is daar zo leuk aan? Ja, gewoon de sfeer, de mensen, ja, leuk. En volgend jaar voor die 100ste ga je ook weer natuurlijk. Ja, natuurlijk. En bij ons Theo, Hattie, Johnny en Janis. En ja, die hebben het ook uitgelopen natuurlijk, de 99 vierdaagse. Hoe ging het? Prima. Niks aan het handje? Niks aan het handje, geen blaar of niks. Oh. Goed getraind, denk ik. Goed getraind, ja. Wij lopen altijd, het hele jaar door. Wij lopen gemiddeld 850 kilometer per jaar voordat we de vierdaagse lopen. Jij kunt ze gewoon volgen, Johnny? Wat zeg je? Ja, wel, ik kan ze wel volgen. Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik loop nu voor de 6e keer met ze mee, dat gaat geweldig. En hoe was je lichamelijke conditie vandaag? Het was in het begin slecht, maar later van de week ging het weer hartstikke goed. Leuk, Janis, jij loopt ook al wat jaartjes mee? Voor de 19e keer. Voor de 19e keer? Jammer dat het maar 4 dagen is. Want als het jou ligt, dan is 7 voldoende, ik kan ook nog. Ja, ik had best nog een dagje bijgewild.